Na de winterstop is NAC een beetje de weg kwijt. Afgelopen weekend ging dan ook de wedstrijd tegen directe concurrent VVV Venlo verloren. Keeper Jellet en Rauwelaar had het na afloop even helemaal gehad. Je merkt ook wel aan mij dat ik behoorlijk gefrustreerd ben en geïrriteerd. Ja, en nu ben je degradatiekandidaat. De frustratie was groot bij Jellet en Rauwelaar na de nederlaag tegen VVV. Maar terwijl PSV de supporters excuus aanbood voor de wanprestatie, ging de NAC-keeper in de aanval. Het is wel eens vaker zo dat wij een beetje negatief bult naar onszelf scheppen. En de mensen in Breda en omstreek ook. En dat doe jij ook aan mee. Maar cijfers liegen niet. NAC haalde uit de laatste 7 duels slechts 4 punten. Kritiek mag ook wel. Ik bedoel, dat vind ik ook niet erg. Alleen het valt mij wel op als ik mijn andere collega's zie. Ja, die krijgen toch iets andere vragen dan wij dat vaak krijgen. Ja, dat irriteert me wel eens. Laten we daarom de wedstrijd tegen PSV eens super positief benaderen. De statistieken helpen daarbij. De laatste 5 jaar wist PSV in Breda niet van NAC te winnen. Dat geeft hoop op een goed resultaat. Als je een keer van PSV wil winnen, en dat gebeurt vaak in Breda, ja, dan is het weer een mooie aangelegenheid. En waarom ook niet? Want na de nederlagen tegen FC Twente en Valencia is PSV aangeschoten wild. Rijp voor de Bredaanse sloophamer. Ik wil er niet al te cynisch of lacherig over doen over PSV, omdat wij zo ook in een hele moeilijke fase zitten. PSV blijft gewoon een topclub met hele goede spelers. Wij moeten gewoon allemaal top zijn om PSV te kunnen gaan verslaan. En dat gaan we zondag proberen.